Hoe vind je het? Leuk. Zijn jullie echte voetbalfans? Ja, we zitten thuis altijd voor de tv. Moeder vindt niet zo leuk als we schelden, maar ja, dat gebeurt soms. Met 12 en 13 jaar oud zitten broers Niels en David op het puntje van hun barkruk. Waar het in de binnenstad van Horen rustig is, zit Eetcafé De Klinker vanavond tot de laatste barkruk vol voor de tweede wedstrijd van Oranje tegen Ecuador. Ja, we hebben echt heel ver van tevoren al aangegeven aan de mensen van als je gewoon een plekje wil hebben, moet je er vroeg gewoon bij zijn. En dat loont, want iedereen wil gewoon een plekje hebben hier. Het is altijd super gezellig. En elke plek is gereserveerd. Vader Steven was er als de kippen bij. Ze zeiden al weken van tevoren, papa, we gaan voetbal kijken. Dit is een beetje mijn stamkroeg. En wat is er mooier dan ja, met je jongens voetbal kijken. Dus het bier moeten ze nog even op wachten, maar het voetbal kan wel. We maken nu een vliegende start. Ja, zeker. 1-0 gelijk al. Had je dat verwacht? Niet zo snel. Jullie zijn wel de jongste, denk ik, hier. Ja, dat denk ik ook. Voelt dat niet een beetje gek? Maar niet heel erg. En wat vind je van het Nederlands elftal? Doen ze het een beetje goed? Ja, ze doen het heel goed. Zeer goed. We staan 1-0 voor. Ik vind de sfeer leuk. Het is gezellig. Ik vind het gewoon leuk om dit soort dingen gewoon in de kroeg te vieren. Toch voelt het voor sommigen wel een tikkeltje anders. Het WK in de winter is wel een beetje wennen, want normaal is het in de zomer. En dan leuk sfeertje, vlaggetjes, je kent het wel. Dus de sfeer moet er nu nog een beetje inkomen, maar wij gaan helemaal los. Met z'n tweeën. Ja, ja. Biertje erbij, mooi zitten, en je kijken, stom praten. Vrienden bij elkaar? Ja, toch. Nou, het begint een beetje toch even, nu. En je moet het ook een beetje opzoeken zelf. Het zit weer zoals altijd vol, super gezellig, lekker met de meiden voetbal kijken. Gaan ze winnen, denk je? Uiteraard, geen twijfel over mogelijk. Maar Oranje blijkt nog niet verzekerd van de volgende ronde. De avond eindigde met een 1-1 gelijkspel.